Welkom bij deze tweede opname van World of Tanks. Zoals jullie gezien hebben op YouTube staan er wel meer filmpjes op, maar helaas heb ik daar niet bij gesproken. Dit is de tweede waar wel op gesproken wordt. We kijken hier de Su-14E. Het is een Russische artillerie van tier 7. En ik heb deze artillerie gekozen omdat ik had gehoord dat de Russische artillerie heel goed waren. En het begon eerst met slechte artillerie. Maar daarna werd het steeds beter. En nou kun je hier op de SU-14-1 tier 9 volgens mij gun unlocken. Kost 64.000 XP. En daar heb ik een hele nacht over gedaan. Dus, maar goed, het is me klaargespeeld. En deze gun kan zullen straks al zien 1850 damage doen. En dat is best veel voor een T7. Het is heel veel. Alleen de laadtijd van deze gun is 48 seconden, iets meer. En dat is wel een nadeel, maar ja, daar krijg je ook eens voor terug. Heel veel damage. Nog een nadeel aan dit is dat, zoals je wel kunt zien op de map, die twee witte lijnen. Dat betekent de range die hij heeft. Dus als je hier bijvoorbeeld, kijk, nou beweeg ik en dan moet hij weer helemaal opnieuw aimen. Als je op X klikt en daarna met de muis zachts beweegt, dan komt hij tot de lijn. Dat gebruik ik steeds bij elke tank. Maar nu, zoals je ziet, wou ik op deze tank schieten, maar het was net buiten de lijnen, dus ik moest weer opnieuw aimen. Dat is vervelend. Goed. Je wil eigenlijk met deze tank elk schot raak schieten, want omdat hij zo'n lange laadtijd heeft. Nou, hier schoot ik dus niet raak. Dat is wel jammer. Ik heb deze artillerie achter een bosje verstopt, verschuild. Dat is ook de bedoeling bij artillerie. Tenzij je voor de grap gaat YOLO'en. dat doe je alleen als er alleen nog artsen over zijn. Goed, de Tiger. Mijn beste vriend uit de clan die vroeg mij hulp om op de Tiger te schieten. Maar zoals je ziet is die Tiger achter een huisje gaan zitten. En dat is vervelend voor artillerie, want dan kun je niet raken. Er is nog een nadeel aan deze artillerie. Dat is namelijk de snelheid. Je moet eerst, je krijgt in het begin krijg je een motor, een tier 4 motor. En de tank gaat super slow daarmee. Ja, dus zorg er gewoon voor dat je als eerste tier 7 motor unlockt. Want dan kan je maximaal 30 km per uur halen. En eerst is dat volgens mij iets van 10 en dat is niet veel. De rotatiesnelheid van het voertuig is ook niet veel. Dus er zijn veel nadelen, maar zijn ook voordelen. Nou, dat schot net was niet voor mij, jammer genoeg. Ik heb ook, dit is trouwens de tweede opname van World of Tanks dat ik spreek. En dat is weer artillerie. Dus ik hoop meer opnames te maken straks met gesprek. Ik heb weer een paar nieuwe tanks verkocht. Dus dat moet wel goed komen. Ik heb deze replay gekozen omdat ik volgens mij best wel veel damage heb gedaan. Rond de 2700. En dat is op zich wel mooi. Maar ja, goed, nu heb ik nog geen enkel schot raak gedaan zoals je ziet. Dit wordt de eerste. Kijk, dat is pas mooie damage. 811 hitpoints eraf. Dat is heel goed. Alleen maar als je op een IS-8 schiet. Wat me wel opvalt is dat er altijd een paar procent op de tank overblijft. Als ik van de zijkant zou schieten zou het waarschijnlijk ook een one-shot geweest zijn. Maar van de voorkant, ik heb vaker gehad, er blijft steeds 2% over en dat is strontvervelend. Maar goed. Dat was het eerste rake schot dat ik deed. En ik was zo blij mee. Mijn vriend was alweer kapot. Kijk,
Kijk, hij is weer geladen. En ik schoot iets te ver, iets te vroeg. Toch deed hij damage. Splash damage doet hij ook heel veel. Gelukkig. Goed. Ik zag dat onze artillerie ging aimen op deze waffentrager. Ik dacht van, dat kan ik ook. Dus zul je zo zien. Weer heel veel damage op de waffentrager. En zoals je ziet, heb ik nou met mijn muis aangegeven dat hij 1850 damage kan doen. Penetratie valt wat tegen, maar uit heel veel splash damage. Nou, de waffentrager. Wow. Helemaal kapot. Zoals jullie zien is hier de T95 gespot. Een hele rot tank. Maar wel leuk om met artillerie te schieten. Dat ze straks ook wel merken als ik... Ja, dat zeg ik nu nog niet. Dat zien we zo. De SU-152. Ook kapot. Goed, ik heb even versneld. Er zijn weinig over, een paar artillerie, de T95. En daar kom ik niet bij zoals je ziet. Dus ik dacht ik ga mijn tank ga ik verplaatsen. Net zoals de andere twee, die doen het ook. Eerst bekijken we nog eventjes de dood van die artie. Wat? Ik hoopte dat de 295 naar voren zou gaan, maar dat deed hij niet. Dat was de laatste. Ze hebben alleen nog de 295 over. En nu besluit ik om mezelf te gaan verplaatsen. Hier wat vooruit gespoeld, zo hard rijden natuurlijk. Ik kan er nog steeds niet bij. Met normale snelheid. Zoals ziet de Tiger hier nou een supply shot. We weten niet of die geraakt heeft, zullen we zo zien. Ja, hij heeft hem geraakt. Nou gaan we weer proberen om er bij de T95 te kunnen komen. Nog steeds achter het huisje. Nou, nog maar iets verder. De light tank doet hier iets heel goeds. Dat zien we nu namelijk. Hij valt hier de T95 aan van achteren. En nu, die trekt hij hem. Dus hij trekt hem de T95 eraf. Alle kanten om de achterkant van de T95 te penetreren. En dat doe ik ook. Bam! Ik hoop dat ik jullie genoeg heb laten zien van de SU-14-1.